In het Plaswijkpark kom je om buiten te spelen. Tot vandaag, want nu heeft het park ook een indoor speeltuin. En dat komt goed van pas, want buiten is het nog behoorlijk koud. Heeft mama een goede bui en is papa niet te lui? Dan gaan we naar de speeltuin. Het is het huis in de heuvel. En het huis in de heuvel is het huis van opa en oma van der Plas. En daar mag alles wat je thuis niet mag. Op de bedden springen, in de klok kruipen, op het dak kruipen. Al die dingen kun je hier. Wat is dat hier achter jou? Kun je dat vertellen? Dat is een badkamer en daar ga je met schuim schieten. Maar het zijn eigenlijk blauwe ballen. Vind je hem leuk? Ja. En wat vind je hier het leukst om te doen? Dat in het touw. Prachtig. Is het een goede toevoeging voor het Plaswijkpark? Zeker, ja. Kunnen ze ook in de winter open blijven? Het koude en natte weer is een van de redenen dat het speelhuis is gebouwd. Plaswijk hoopt zo het hele jaar door meer bezoekers te trekken. Het Plaswijkpark heeft 4,5 miljoen euro geïnvesteerd in de bouw van het speelhuis. 2,5 miljoen daarvan komt van de gemeente Rotterdam. Met het deal dat de subsidie die het park krijgt in 3 jaar helemaal wordt afgebouwd. Leuk, origineel en heel veel te doen. We zijn wel even zoet. Ik denk dat we hier nog wel de middag zullen zijn, ja. De komende weken wordt de laatste hand gelegd aan het speelhuis en het restaurant. Op 18 april is de officiële opening.